dit zijn de eerste elektrische vrachtwagens die DAF gemaakt heeft. Ja, binnen in de cabine is het zeker veel stiller. De doelstelling van de gemeente Rotterdam is om de lucht in de stad zo schoon mogelijk te krijgen. En vandaar dat wij ook met dit voertuig bezig zijn om het wagenpark te verschonen. We hebben deze auto nu 1,5 jaar. En daarvoor hebben we daar 2 jaar aan ontwikkeld om hem zover te krijgen als dat hij nu is. Ja, heel die wagen die werkt volledig elektrisch, dus ook de kraan. Dus wordt allemaal door 1 batterijpack wordt dat aangedreven. Het is heel fijn om mee te werken. We hebben regelmatig dat we dus de bevindingen van de chauffeurs ophalen. Daaruit is nu eigenlijk al gekomen dat hij te vaak moet laden en dat een grotere batterijcapaciteit zeker gewenst is. Binnen de evolutie van de techniek is dat nu ook al mogelijk. Daarvoor gaat de vrachtwagen binnenkort terug naar DAF om er grote batterijen op te monteren. Het geeft heel veel rust. Doordat ze stil zijn, moet je rijstijl maar aanpassen. Dat je meer rekening houdt met de mensen op straat en niet andersom. Het is echt een verademing in de stad, denk ik.